welkom bij een nieuwe vlog. Deze week werden we meegenomen op een tripje richting de Germon, want deze berg is met sneeuw. En we dus in de auto heel stijl naar beneden moesten om naar een hot spring te gaan. Wat het uiteindelijk wel waard was. Heerlijk warmende hot spring, dat is waar je het voor doet natuurlijk. En het was echt genieten. Je hebt al wel eens vaker clips gezien van dit café. We komen er best wel regelmatig omdat het echt een van onze favoriete plekjes is geworden. Het is Café Arthur aan de rand van de Kinneret met prachtig uitzicht. En helemaal als het zo lekker weer is, zeker de moeite waard. Helaas had ik wel pech met mijn fiets. Dus werd ik gelukkig naar huis gebracht. In ons lange weekend hebben we lekker genoten van het lekkere weer wat we hadden. Zo hebben we op 10 minuten fietsen het Meer van Tiberias, waar we lekker ijskoffie hebben gedronken en ook gewoon lekker ontspannen. Dit jaar helaas geen oliebollen, dus besloten Hanneke en ik om samen appelflappen te maken. En dat was een groot succes, al zeg ik het zelf. We waren uitgenodigd bij Daniel thuis, voor oudjaars met een heerlijk lekker diner en daarna natuurlijk champagne. En natuurlijk spelletjes. Happy New Year! En de volgende dag ging ik gewoon weer verder met mijn Hebreeuws leren. En hier zie je een paar clips van de struggle om één woordje te schrijven. Dan is de volgende Germanicia. Dus Ger. Germania. Duitsland. Helikopter. Good job. Yeah. Die zondag zijn we helemaal gesloopt in de gym. We deden namelijk een bijzonder setje waarbij we 15 oefeningen hadden die we elke keer 40 seconden, 10 seconden rust, 30 seconden, 10 seconden rust, 20 seconden, 10 seconden rust en 10 seconden. En dan rust en dan heb je nog 30 seconden een buikspieroefening. Kortom, killing.
De dag was aangebroken dat ik voor het eerst echt een wedstrijd mee mocht doen. En ik had er zoveel zin in. We moesten tegen Jokkenham spelen, die eigenlijk regerend kampioen waren. Helaas hebben we wel verloren. Maar hier zijn nog een paar clips van twee doelpunten. Deze is van Hanneke en de volgende is mijn doelpunt. En toen was het alweer vrijdag en hadden we weer een vrijdag. Dus ik besloot om naar Netanya te gaan, wat een hele mooie stad is aan het water, aan de zee. En natuurlijk moest er een ijsje gegeten worden. En toen hebben we lekker aan het strand gelegen en zelfs gezwommen. Nou, wie kan dat zeggen dat je in januari in de zee zwemt? Heel erg leuk en naar de zee gehad. En dan was dit alweer de vlog. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!